Jerry, ik denk de laatste transfer van gisteravond die nog is doorgekomen bij de KNVB. Ik weet wel zeker. Ik denk niet dat er iemand later is dan dat ik was. Het was nog even spannend, maar in ieder geval van harte welkom bij NAC. Dankjewel, ja, dat was billenknijp. Hoe was het voor jou gisteravond? Ja, ik dacht eigenlijk dat de transfer niet meer doorging. Dus ik was onderweg naar bed. En toen kreeg ik een belletje dat het allemaal in een stroomvaartversnelling ging. En dat ik me aan moest kleden en naar de club moest gaan. Dus ja, ik heb nog even met spannende billetjes en of warme billetjes gezeten. Uiteindelijk verscheen er online dat er nog sprake zou zijn van enige twijfel. Maar je vertelde net dat het even anders was. Ik wist niks van de twijfel. In principe was het, zoals ik zei, ik kwam uit bed en ik moest naar de club toe. Alles papierwerk in orde maken en tekenen. Je tekent een contract voor 2,5 jaar. Wat verwacht je van die periode? Wat verwacht ik ervan? Ja, ik denk dat we hier iets moois kunnen neerzetten. Dit seizoen is het wel een wat lastigere situatie, maar vanaf de 10e positie kun je nog wel wat stappen maken. In de play-offs kun je hele mooie dingen doen. Dan uitkijkend naar de Eredivisie, ik denk dat dat het doel moet zijn voor dit seizoen. Je bent natuurlijk een spits. Wat voor type spits ben je? Ik zeg zelf altijd een Cavani-spits. Ik werk hard. Ik heb een neusje voor het doel. Ik heb veel diepte in mijn spel. Ik kan een bal vasthouden. Ik denk dat een beetje mijn type spits is. Is dat ook wat de supporters hier van jou mogen verwachten? Hard werken, goals? Zeker, zeker. Hard werken en goals, dat staat bij mij naast mijn naam ingraveerd. Je bent hier natuurlijk al eerder geweest in het stadion. Wat vond je ervan? Ik vond het heel mooi, een mooie sfeer. Fanatieke aanhang. Ik hou daarvan, ik kan ervan genieten. Ik denk dat iedere tegenstander hier wel twee keer achter zijn oren krabt van wat hij kan verwachten op de wedstrijddag. Dus dat is hartstikke mooi. Is dat ook iets wat jou extra motiveert als ze er nog eens een keer achter gaan staan en schreeuwen? Ja, tuurlijk. Dat is heerlijk. Dat is toch het mooiste wat er is. Daarvoor doe je het ook. Aanstaande vrijdag staat de wedstrijd tegen Roda op het programma. Kunnen we jou daar al op het formulier zetten? Ik ben volgens mij speelgerechtigd. Ik weet niet natuurlijk wat de trainer uiteindelijk wil. Die bepaalt wat de opstelling wordt en of ik meega en hoe verder. Dus dat is even afwachten. Morgen is mijn eerste training. En dan kijken we van daaruit verder hoe dat verloopt. Je hebt overigens gekozen voor in ieder geval voor een spits een bijzonder rugnummer. Kun je die eens toelichten? Ja, ik zag dat er 6 over was. En 6 omgedraaid zijn 9. Dus kom je links of rechts, dan kom je weer bij 9 uit. Dus op het moment dat je scoort een handstand, dat iedereen ziet, nummer 9. Precies, ik ga een handstand doen. Staat bij deze vast, hè? Eerste goal, handstand. Yes. Die staat. Heel veel succes bij NAC. Dankjewel.